Wij zijn weer aangekomen in de toren. In de vorige video hebben wij een extra spiegeltje gevonden. Wat we hierin kunnen doen. Als mede een... Teleporthandje. Teleporthandje. We moeten even dit ding draaien naar stap 2. 347, denk ik. Ja. Laten we dat eerst doen. Nee, dat hadden we die niet al gedaan? Ja. Dat hebben we al gedaan. Oh, dat is dat ding daarboven. Wacht. Ja, dat was dat ding waar we niet bij konden. De andere is 248. 248. Maar dat is volgens mij degene die we al aan hebben gezet, waar we nu een spiegeltje voor hebben om te kunnen maken. Ja, dat klopt. Maar dan wil ik wel even het voorpje bekijken. Nee, dat snap ik. Je hebt hier nog op een envelopje getekend. 248. Wat onlogisch is, als we eerst 1 doen, dan 3 en dan 2. Ja, maar ik denk dat het hoort dat je niet bij die andere kan. Daar kunnen we ook daadwerkelijk niet bij. Aangezien we die sleutel niet hebben, die we misschien door deze op te lossen wel gaan vinden. En? Okay. Dan heb ik dat ding erop gezet, dan kunnen we die voor niet meer zien. Dan kunnen we niet zien. Ja, deze heb ik getekend al. Mm-hmm. Ja. Nou, dan gaan we spiegelen. Extra spiegeltje. Deze. Kunnen we hierbij inzetten. Nou, laten we vooraan beginnen. Is dat een idee? Ja. We kunnen er ook niet meer uithalen die we net erin hebben gezet. Nee. Vooraan beginnen. Dan moeten we deze tekening maken. Dan hebben we van dit hebben we nodig. Die moet hier staan. Hier zo. Mm-hmm. Van die tweede hebben we dan nodig. Wat zit hier voor stuk in? Ook 2 aan elkaar. Is dan ook dit? Nee. Eentje verder. Omrin, toch? Hè? Oh ja. Nee, deze en dan. Nee, die naar rechts moet een halve zijn, toch? Ja, maar dat klopt die eerste niet. Nee. Klopt. Zo. Ja, dit klopt. Ja, dit klopt. Ja. Klopt. Ja. Dan hebben we van de derde hebben we nodig. Dit? Ja. Dit is hem al. Ja. Nee, dit is hem niet. Ik mis nog 2 halfjes. Ja. Die zitten op die achterste. Onder en rechts. Nee. Dat is die rechts. Hier zitten halfjes in. Nee. Oh, nu draai ik de verkeerde. Nee, dat kan niet. Ik heb niet die onder. Zit die daar wel in? Maar die onder zit ook op de eerste. Er zit ook een halfje die buiten de rand zit. Ja, maar die klopt dan niet maar dan, op die rechtse. Nee, kak, ja. Ja, of... Nee, dat is ook een halve. Nee. Als je die nou voor heel... Nee, dat zit naast elkaar. Dat kan wacht even, onder. Hier zit een halve ook in onder. Maar die klopt niet met die hele hoek. Nee. We hebben geen halfje onder. Behalve dus? Die. Dus we missen nog iets. Nee, dat kan niet. En dit kan alleen maar zo zijn. Ja, die en die moet ook daar. Ja. Maar dan missen we nog een halfje onder. Op de onderste puntje. Die hebben we helemaal niet ook. Die is er niet, nee. Ja, hier. Ja. Maar die klopt niet maar met die dan... andere twee. Nee. Nee. Oké, in dat geval moeten we toch eerst naar punt 2. En daarvoor moeten we die toren in. Ja. Maar daarvoor moeten we dus blijkbaar eerst die... We hadden nog een blokje gevonden voor in die toren. Hier. Ja. Oh ja. Voor in dit apparaat hier. Apparaat. Lekker. Maar dan moeten er nog 2 bij. Mm-hmm. We hebben nog een teleporthandje. We moeten nog even ergens anders naartoe teleporten.
We hebben zo'n groen ding gezien, toch? Vanaf de eerste uitkijktoren. Ja. Dan zagen, konden we ook een groen ding zien. Ja. Maar die moeten we dan nog ergens in plaatsen. Ja. Want dan kunnen we kijken waar we die dan naartoe zouden kunnen. Kijk, nu kunnen we hier naar boven teleporten. Kunnen we hier vandaan nog ergens naartoe beamen? Nee. Nee, was het niet deze die we zagen? Daar is die uitkijktoren. In mijn beleving keek je vanaf die uitkijktoren naar rechts. Maar mijn beleving wil niet alles zeggen. Verder kunnen we hier niks. Nee. Dit ding kunnen we ook niet draaien, nee. En het enige wat we hierboven kunnen was dit oplossen en dit eruit halen. Ja. Kunnen we daar dan weer heen? Ja, maar ja, wat moeten we daar doen? We zullen die kogel... Kunnen we die daar op richten? Je hoge bier? Geen idee. Doet dat iets? Proberen. Ja, misschien. Zoiets? Mm-hmm. Oh nee, dit is te hoog. Dit leidt naar niks. Nee, dit leidt echt naar niks. Helemaal rond gegaan. Mm-hmm. AB, dat hebben we gebruikt. Dit is een toren. Mm-hmm. Kunnen we hier nog iets mee craften? Ja, daar gaat alles er weer in, daar hebben we ook niks aan. Want we hoeven hier niet meer te verplaatsen, toch? Nee, heeft geen zin. Wat deed dit ding ook weer? Oh, dat was ook om dat ding te verplaatsen. Hé. Hey. Oh, nu gaat hij helemaal rond. Oh, dan konden we weer terugkomen, dat was het. En dan konden we weer terugkomen, ja. Groene teleporthand kan ook in de startpoort. Is dat zo? Die begon met een groene teleporthand, toch? Ja, dat klopt, dat klopt. Er zit er een in, inderdaad. Dit is degene die we niet... Nee, dit is achter de hoge toren. Ja. Hier kunnen we allemaal niks meer mee. Hier kun je niet uit. Nee. Dit hebben we gedaan, dit hebben we gedaan. We moeten die twee cirkels vinden. Ja, iets vertelt mij dat we die vinden als we dat ding naar beneden krijgen. Die toren. Nou, dat kan niet, want dat heb je letterlijk nodig. Ja, die sleutel heb je nodig, dus dat kan niet. Ja, dus bedankt voor dit idee. Back. Kijk, want hier zit ook zo'n handding in. Mm-hmm. Die gaat naar hier. Verder ook niks. Nee. Ik kan het ding ook niet hier neerzetten of... Nee, dus het is weer het einde van de game, denk ik, uiteindelijk. Mhm.
Hier hebben we alles gedaan. Toch? Ik denk dat we een manier moeten vinden om toch dat ding op dat blauwe knopje te kunnen richten. Maar ik zou eigenlijk niet weten vanaf waar dat wel zou moeten lukken. Daar. Kan... Nee, dat is een long shot. Daar moeten we dan op zien te komen. Ja. Oh, ik weet het. Ga in die uitkijktoren. Dat groene ding wat je ziet, daarboven, daar kun je heen teleporten. Dat is rechts, 100% zeker. Hier kan je het waarschijnlijk al zien. Als je hier naar rechts kijkt, daarboven. Maar hoe dan? Ja, dat weet ik niet hoe, maar dat is waarschijnlijk wel de bedoeling. En dan moet ik de teleport die ik in mijn hand heb... Ja, daarmee op een of andere manier zien te verbinden. Let op. Mm-hmm. Let je op? Mm-hmm. Ja, ik let zeker op. Maar ik heb het wel bedacht, dus ik wil credits. Je krijgt hier zeker credits voor. We hebben elkaar weer perfect aangevuld. Nu nog bedenken waar het was. Ja, daar is het. Yeah. Druk op de handknop. Ja, wij zijn echt goed. Wij zijn echt goed. En het duurde niet eens een uur. The summit. Het duurde niet eens een uur. Nee. Boekje? Een boek. World Chain. Lane Worlds, Branching Worlds, Junction Worlds. Hm? Dit is hoe portals werken, staat er. Mm-hmm. Ik zal er een nood van maken, maar het lijkt me niet relevant. Het lijkt me namelijk wat we net al ontdekt hebben. Ja. Ik hoopte op een brief. Een beetje lore. Oeh. Oh, die geest. Now I see. He trapped you here. Did you really come here without any intent? Without any selfish goals? Tuurlijk, we zijn helemaal niet egoïstisch. My name is Gamana. Gamana? I'm protecting this world. He is playing you just as he once played me. All these little puzzles he makes you solve must be part of his stubborn plans. There was a time when I thought of him as a friend, and I helped him. Just as you help him now. What have I done? How could I not see? But wait. Okay, ben benieuwd waar dit naartoe gaat. Yes, maybe you will be of some help after all. For now, you must obey his rules. But honestly, do you have a choice? Still, our time will come. The time when we will stop him. We gaan samenwerken met de geest, mevrouw. Sowieso. Wat is dit? Dat zal de keuze wel zijn. Hier moet ik iets ingooien zodat die plant doodgaat. Nee, zodat die plant gaat leven, denk ik. Wij weten wat dat is, wat die plant gaat maken leven. Maak een leven, goede Dus we moeten plantleefspul weer maken. Plantleefspul. Kapot, mooi. Kijk, nu kunnen we... Ja, lekker. Oh. Oké. Gaan we... Plantleefspul maken dan eerst? Ik denk het. Weet je zeker dat die plant moet gaan leven? Natuurlijk weet ik dat niet zeker, maar hij is al dood. Dus okay. Ik weet niet wat je anders zou willen ermee. Nee, is goed. Plantleefspul. Dan moeten we weer uitvoeren gaan doen. In die Botanical Gardens. Mm-hmm. Volgens dit. Mm-hmm. Waar zijn die Botanical Gardens? Dan moeten we eerst een kwakje erin gooien en daarna rood maken, was het toch?
Of was dat niet met deze? Nee, dat is niet met dit. Dat was met anders. Jawel, daar moet toch ook rood in? Dat is toch niet in die... Nee, hier moet rood poeder in, geen rood sap. Oh, ja, dat was het. Ik was vergeten. Hm? 100 rondjes. Lekker knutselen. Zullen we die vaas weer neerzetten? Even kijken. Twee keer yes, jas, tas. Paas. We hebben het mee eens, hè? Eén keer oranje. Twee keer rood. Eén keer paars, twee keer blauw. Eén keer paars. Twee keer blauw. Gooi in fles. En dit is dan het leefsap. Het leefsap. Toch? Plantleefsap. En we brengen het leefsap naar daarboven. Dus even een stukje omlopen. Maar dat is geen probleem. Jij bent echt slim, hè, dat je die groene lamp daarop wilde zetten. Ik heb respect voor jou. Thanks. Plantleefsap in de trechter. Nee. Jammer, dit. Oké. Maar wat dan? Want dit ja, is van goud. Misschien is er ook een speciaal recept voor planten van goud. Voor plantdoodsap. Of misschien moeten we het ding gewoon in de fik steken, want dan is het een vuurding. Ja, nee. Goed idee. Er is vast een manier voor. Misschien moeten we straks nog even die tuin rondkijken. Wat we wel kunnen doen, is deze blauwe knop nu gebruiken. Ja. Zeker. Dat eerst even doen. Is dat een goed idee? Eerst doen wat we kunnen doen. Vanuit hier de klustoren. De klustoren? Ja. Jij lacht mij uit. Ja. Wat lach je nou? Wat lach je nou? Gewoon die woorden die je verzint en dan precies dan tegen die dichte deur aanlopen. Lekker. Ik word gepest. dus dan moeten we weer naar 2347. Dan moeten we daar de nieuwe figuur maken. Die heb ik nog niet getekend, de nieuwe figuur, dus dat moeten we zo zelf even doen. Een tekening maken op een bladje. Bladje. Dit is de meest scheve tekening. Deze kunnen we sowieso. Ja. Het is ook de meest scheve tekening ooit. Hmm.
Nou, vooraan beginnen. Twee naast elkaar hebben we onderin nodig. Zo. Nee. Zo. Ja. Mm-hmm. Die drie sprong. Zo. Mm-hmm. Dan hebben we alleen nog rechtsboven nodig. Dit is hem. Mm-hmm. Lekker. Okay. Richten. En wat is er nu open gegaan? Ik heb geen idee. Wat ging er vorige keer open? Ging er toen een deur ergens open bij dat ding? Of? Ja. Ja, dat was die opgang was er toen. Ze moeten daar sowieso heen lopen. Vorige keer was het achter de forge, weet je nog? Die opgang. Volgens mij is dit misschien deze steen, dat je er nu omheen kan lopen of zo. Ja, dat konden we al. Nee. Nee, kijk, daar loopt het stroomding naartoe. Oh, maar dan moeten we gewoon daar naar boven gaan, denk ik. Er komt licht uit nu. Misschien is nu die plant dood, die daar op zat. Maar waarom zit er dan een trechtertje? Goeie vraag. En we konden ook echt eens ingooien met dat vaasje. Mm-hmm. Maar goed, we gaan daarachter komen. Kijk, nu kan dit open. Helemaal niet. Nee, maar daar staat nu stroom op. Dus we moeten iets met die plant. Maar even verder kijken wat er nog meer is. Ik zie dat er stroom staat, maar... Er is verder niks. Dat is het. Ja. Hier, daar is die poort die op die... Ik kan in die toren kijken. Nee. Ja, maar die moeten dus eerst naar beneden. Mhm. En in dat ding ligt weer zo'n lens natuurlijk. Ja. Is dit een levende plant of een dode plant? Ja, misschien moeten we gewoon even naar die tuin gaan en op die plaatjes kijken of zo, of het ergens op lijkt. Ja. Ik zou het anders ook niet weten. Want we hebben niet iets gemaakt waar we dingen mee planten kunnen doodmaken. We hebben dat spul... Nee. Ik dacht, we hebben dat spul waarmee we die kristallen konden kapot maken, maar mm-hmm. Dat is niet wat we nu zoeken. Ik kan hier ook dat groene ding opzetten. En daarboven zit ook een groen ding. Dat was het, hè? Ja. Kunnen we hier naar boven teleporten, denk ik. Als hij door dat glas gaat. Ja. Ja. Probeer? Ja. Dat moet met elkaar te maken hebben, want je krijgt dat ding nu. Dus dan heb je dat nu om te gebruiken. Dat is volgens mij wel een beetje hoe het werkt. Waarschijnlijk. Mm. Of we worden keihard geflasht. Dat kan het ook zijn. Dat doen ze in dit soort games, hè? Ja, maar we hebben al een keer 40 minuten naar een deur gekeken. Dus, dat is waar. Neem gewoon alles mee. Ja. Misschien vinden we daarboven dan een recept om die planten kapot te maken. Ik loop weer verkeerd. We beginnen de routes al steeds beter te leren. Na 6 uur speeltijd. Ja. Oh, hey? Lekker, ja.
Wajo! Wat is hier dan? Kijk eens. Planteninformatie. Dit zijn die planten die in die speciale kast stonden. Dit is niks nieuws. Oké, maar... Hier ligt dus een brief. Oh, lekker. En hier ligt de informatie. TF, SAF, CVC. Yen, is dat iets nieuws? Ja, dat is die ontplofte. Er staat één zo'n tank die helemaal zwart is in de ding. En wij moeten natuurlijk de boel ontploffen, die plant daarboven. Dus we moeten yen zo maken. Ja, je bent slim man. I prepared everything to slow you down. To force you to understand everything I once understood. I want you to know that this journey I called you upon is more important than you. Or even me. Ik speel voor het verhaal. Dit is echt een brief van niks. The success or failure of your quest will profoundly affect the whole world. Ja, ik bedoel, wat we doen is belangrijk voor de hele wereld. Ja, leuk. Nou, we moeten even kijken. Is dat ding links? Yen hebben we nodig, zeiden we. Yes. Ik moet even op die tank kijken. Ja, dat ga ik zo doen. Ik ben even aan het nadenken. Sorry. We hebben eerder al... Terf, Taxus, Yes en... Nee, die Yen hebben we al gebruikt. Die Xaaf is nieuw. Kan het ook zijn. Zet er even op die tank. Daar heb ik mijn notities voor. Dus voor die Xaaf... Let op. Xaaf is nieuw. Daarvoor hebben we nodig 2 keer Lord of the Rings Goku. Ik zou even een fotootje maken van die plantennamen die hier staan. Dat staat er waarschijnlijk beneden niet bij. 1 keer Stof. Stof Xen. Xer. 1 keer Boeksiek Orof. Je ziet het ook toch? Ja. 1 keer Volksa Orof. 1 keer Evatio Vens. Ja. En nu gaan we bedenken wat alles is. Hebben we hier alles? Nee, hier kan ik nog iets mee. Wat is het? Er moet iets in. Hebben we nog iets wat we niet gebruikt hebben wat erin kan? Nee. Vaasje, nee. Die lamp, nee. Die beker, nee. Hey. Oh. En nu? Is dit een nieuwe kaart geworden? What the hell just happened? Hey. Wat is dit? Ah. Van levend naar dood maken. Kijk. Dat hebben we ook nodig. We hebben dus die kaart voor nodig die we nu moeten gaan maken. Ja. Dat moet erin en levende dan moet dit erbij. 1 keer Xaaf. 1 keer Terf, dat zit gewoon in die buizen. Terf. Ja. 2 keer zwart. 1 keer wit. 1 keer iets wat in de grot te vinden is, denk ik. Het is grijs. Groen. Sorry, lieve schat. Oké. Nou, die plantennamen, wat staat hier? Lord of the Rings Goku. Die hebben we nodig. Gele zwam. Gele zwam. Boeksiek Orof. Paarse lul. Volksa Orof. Ja, hoe gaan we dat noemen? Doorzichtig, blauwe hè? Bessen. Shiny blauwe bessen. Kweka Orof hebben we niet nodig. Nee. Oké, naar beneden. Ja? Ja. Kristal meenemen. Ja. Zou het goed zijn. Planten. Want hier staat nog een compendium. Ja. Dat is een boek met naam, hè? Compendium. Ja. Stof Xer is die gele tulp. Witte tulp. Witte tulp. Evatio Vens. Hier zo. Daar. Die gele... Paardenbloem. Lijpe tripophobia van krijg. Goed. Dus we gaan nu Xaaf maken hier. En dat doen wij door hier eerst die reageerbuis moet erin.
Nee. Nee. Niet? Jawel, Xav is ingrediënt 1. Dus ik dacht, misschien moeten we eerst Sterf doen, maar dat hoeft niet. Nee. Xav is eerst 2 keer Lotter Gookie gele zwam. Deze. Ja. Toch? Ja, we hebben maar één soort zwam. Zwam. Twee keer, hè? Ja. Mm-hmm. En dan 1 keer witte tul. Links. Deze. Mm-hmm. En dan 1 keer paarse lul. Deze. Toch? Mhm. 1 keer doorzichtige bes. Deze. Mhm. Kijk onze tuinier, joh. En 1 keer paardenbloem. Paardenbloem. Deze. Ja. Die stinkt. Komt-ie. Boyo. En dit is dan Xav. Mm-hmm. Dan gaan we knutselen. Mm-hmm. Nou, dan moeten we nog ergens dat grijze poeder ophalen. Dat is hier niet namelijk. Jawel. Er stond een tekentje bij. Oh ja, dat het ergens te vinden was. Ik denk in de mijnen. Ja? Welke tekentjes stond erbij? Moeten we even kijken zo weer boven, of niet? Mm-hmm. Nee, dat heb je niet in je notebook zitten. Als ik al die tekentjes zie, dan weet ik ook wat het was. Ja, daar doe ik wat aan. Ja, nou ja, dan niet. Nee, dan moet je terug inderdaad. Stond het hier? Nee. Nee, op het recept. Oh, je hebt het recept. Dat heb je natuurlijk gewoon meegenomen. Hier. Daar moeten we dat vinden. Dat denk ik. Oké. Okay. Waarom zou het er anders bij staan? Oké, okay, dat klinkt logisch. Dus dat gaan we... Nee, ja, gaan we niet eerst doen. Misschien moeten we dat eerst maar even doen. Ja. Nee. Dat kan wel, toch? Nee. Nee? Want dat is... We moeten eerst 2 keer ander poeder erin gooien. We kunnen niet een lepel zwart gaan halen als we eerst 2 lepels anders erin moeten gooien. Oh, zo. Oh, de volgorde. Ja, nee. Ja. Dus eerst doen we onze nieuw gemaakte buis erin. Mm-hmm. Toch? Ja. Dan 1 keer terf. Hierzo. Dan 2 keer zwart. Hebben we dat wel? Nee. Ik zit in het verkeerde pak. Hier. Hier ligt toch gewoon grijs? Dat hebben we wel. Dit is toch gewoon grijs? Ja, nou ja, dan weet ik niet of het erbij staat. 2 keer zwart. Ik denk dat we het verkeerde been moeten zetten. 1 keer zwart. 2 keer zwart. 1 keer grijs. Toch? Ja. 1 keer groen. Toch? Een fles. Pompen. En dit moet dan in die plant. Mm-hmm. Ja, dit grijs is gewoon dat grijs. Oké. Okay. Nou, ben ik nog gek. Ja, daar gaan we nu achter komen. Als het niet werkt, dan moeten we het zoeken. Dan is het om ons op het verkeerde been te zetten. Zouden de gamemakers zulke klootzakken zijn? Ja. Waarschijnlijk wel, ja. Nu twijfel ik aan mezelf. De mijn stond een ander logootje op. Hier. Ja, dat was het anders. Oh, hier is dat. Nee, niet. Oh, ik weet wat het is. In de grot. Nee, hier beneden, daar staat het logootje op. Hier beneden is het zand.
Hier staat een ander logootje op, jonge blinde. Nee, nee. Dit is letterlijk nee, wat er gelijk. Staat. Ja, nee, je hebt gelijk. En je dit gelijk. Is dat zand. Dit is dat zand. Dus hier moet gewoon dom zand in. Gaan we nu achterkomen, als dit niet werkt, dan moet er inderdaad dom zand in. En dan moeten we weer een nieuwe Xaaf maken. Maar ja, we weten nu hoe... Dat is goed, even werkt. Ja, dat klopt. En dan ga ik mezelf even een schouderklopje geven. Ja, geef jij jezelf even een schouderklopje. En dan krijg ik straks de schuld omdat ik mijn zin niet heb doorgezet. Dat is hoe het werkt. Wil je me slaan? Zeker niet. Dit ding kan hier nu gewoon in blijven, hè? Die hebben we niet meer nodig. Nee, die kan er gewoon in blijven, ja. Nou, ga ik even bier halen. Grapje. Wij maken geen reclame voor alcoholconsumptie onder minderjarigen. Ach. Ben je niet minderjarig? Ga lekker bier halen. Like en comment als je minderjarig bent. Like en comment als je minderjarig bent. We moeten eerst planten maken. Planten maken? Common zand moet erin, zeg jij. Ongelooflijk. Oké. Eerst twee keer Lord of the Rings gele zwam. Twee keer gele zwam. Eén keer witte tulp. Eén keer paarse lul. Eén keer die doorzichtige bessen. Mm-hmm. Oh, je bent er nog. Ja, zeker. Laat jij dat bier halen. Nee, dat is een grapje. Eén keer paardenbloem. Dit is onze Xaaf. Terug naar de pan. Eén keer Xaaf. Eén keer terf. Twee keer zwart. De tafel. Eén keer zwart. Twee keer zwart. Eén keer zand. Ik volg jouw instructie. Eén keer zand. Zand is niet wit, zou ik zeggen. Het is goed. Is dat het enige wat ik hier kan scheppen? Ja. Sorry hoor. Eén keer zand. Ik geniet hier erg van. Ja, dat hoor ik. Eén keer zand en dan een keer groen. Ja. Jij hebt dat ook meegeschreven, die aantekening? Nee, het zit in mijn hoofd. Oké. Eén keer zand. Alsjeblieft, Marijn. Thanks. En dan een keer groen. Gooi de fles eronder. Pompen. En dit is dan volgens jou de winnende formule? Yep. We gaan het meemaken, dames en heren. Comment voordat het gaat gebeuren of je denkt dat Marjolein gelijk heeft, ja of nee?
Ik denk het wel. Lekker. Nou, we moeten nog hier naar boven. Waar is mijn vaas? Hier is mijn vaas. Nou, moment van de waarheid. Kom maar even. Maar jij hebt gelijk. Hier is weer een, yes. Weer een pijppuzzel. Die moet nu drie kanten uit. Daar, oranje daar, en wit. Nee, wit. Oh ja, oranje moet naar oranje natuurlijk en wit moet naar wit. Ja. Oh, leuk. Maar dit kan maar één kant op. Dit kan dan ook maar één kant op. Kijk, het werkt een beetje langs elkaar heen. En het kan elkaar niet kruisen. Je moet... Even denken. Dit kan ook de andere kant op. Ja. Kijk, hier kan ik kruisen. Ja, ik zie het, ja. Kijk. Lekker. Oh, wit had ik al. Ik had niet eens gezien dat ik wit al had. Ja. Had jij gezien dat ik wit al had? Ja, had ik al gezien. Lowel. Nou, dan is dit het laatste ding wat we nodig hebben. Glaasje. En we hebben nog niet het laatste rondje, maar dat gaan we dan daar krijgen, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Ja. Dus dan gaan we dit glaasje er weer bij pakken. En nemen we onze diamant weer mee. Ben je het mee eens, denk ik? Zeker. Terug naar het observatorium. En dan gaan we naar tekening 3. Oh, dat past. Tekening 3. En die is te vinden op 248. Die tekening heb ik nog genoteerd staan. Same. We hebben nu dat onderste dingetje gevonden. Ja, dat komt. Het lijkt zelfs nog langzaam te draaien dan eerst. Zou dit de tempo switch zijn die hier rechts zit? Ja. Kijk. En bij de laatste ook. Bij de laatste komen we daar mooi op tijd achter. Ja, die tekening die heb ik hier nog staan, dus die gaan we nu maken. Hier naar beneden. De laatste lens gooien we erbij. Waar is mijn lens? Hier. Die kan in deze houder. Vooraan beginnen. Lens. Hiervan moesten we... Dat is het onderste dingetje. Onderste dingetje. Dat was het enige wat we niet hadden. Ja, dus die moet zo. Ja, klopt. De rest hadden we al. Dan hebben we hiervan nodig. Dit niet. Dit niet. Nee. Dit. Ja. Ja. Dan hebben we hiervan nodig. Onderste hoek, denk ik. Nee. Dit? Nee? Nee. Kan ook zijn dat we helemaal niet nodig hebben. Dat denk ik. Dat denk ik ook. Jawel, dit. Ja. 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 Dan hebben we van dit nodig. Dat kleintje. En dan in de linkerbovenhoek. Nee, dit? Dat kan niet. Jawel. Dit is hem al. Ja. Is dat hem? Dit is hem. Ja. Ja. Lekker. Ding weer inschakelen. Nou, we gaan zien wat er gebeurt. We gaan zien wat daar nu geopend is. Ik ben benieuwd. Ik ook. Like en comment als je ook benieuwd bent. Like en comment als je ook benieuwd bent.
daar was het niet. Dat is die andere. Nee, dit was hem wel. Echt? Oh ja. Of, nee. Nee, dit was hem niet. Dit was hem nee, niet. Dat is hem niet. Waarom zeg je dat dan? Ja, nou, hou op. Vraag je. Dit was hem. Ja. Die brug daar. Daarachter. Die brug. Was dat dan? Jawel, dat was er al. Even kijken. Oh, dit hieronder natuurlijk. Oh ja, natuurlijk ja. Ja. Oh, geen lekker. Moeilijke puzzels extra. Oh, ja, yes, yes. Nu krijgen we dus een ding met drie kleuren. Ja, yes. Nee, dat is ook met twee. Ja. Oranje? Nee, dus. Alleen wit moeten we hebben. Huh? Maar er komt alleen oranje uit. Ja, en deze kan ik niet veranderen. Misschien moeten we het ergens samen laten komen. Verdelen. Dat dan... Hier is weer zo'n verdeelstation. Ja, ik zie het. Daar wordt dan wit weer gemaakt, denk ik. Dat denk ik ook. Moeten ze aan elkaar koppelen, inderdaad. Ja. Nee. Nee. Je kan boven langs nog. Nee, dat komt niet uit. Nee. Die kan zo. Komt die dan uit? Nee, ik kan hier alleen maar recht. Ik moet ook nog hier de finish in natuurlijk. De finish. Die moet sowieso deze kant op. De startknop kan ik niet draaien. Nee. Het gaat alleen maar recht of omhoog. Oh, die kan helemaal rond. Ah. Maar ja, goed, hij doet dus nu niks. Nee, ik ben nog aan het nadenken. Die kan zo, dan komt hij niet in de finish. Die kan zo, die kan zo, die kan zo. Ik kan dit niet anders draaien. Ja, zo, maar dan kom ik niet. Nee, wel. Via zo. Misschien moet hij zichzelf twee keer tegenkomen onderweg, dat je dan... Het lijkt er al meer op, hè? Mhm. Zelf twee keer tegenkomen. Dan moeten we ook alles gebruiken. Hey. Ja. Kijk, hier wordt hij wit. Als we ze weer samenvoegen. Lekker. Wat is dat? Een stempel. Oké, dat was de volgende wat. Een vierkante stempel? Ja. Waar kunnen we een vierkante stempel kwijt? Is het een magneet? We hebben die magneet. Dit hebben we allemaal gebruikt. En we hebben nog één zo'n ding. We moeten iets met die steenachtige iets. Dan moeten we ergens op of insteken. Denk na. Denk na.
Kijk eens even in dit huisje. Die laatste gaat nu hierin. Waar kunnen we deze steen op gooien? Hierboven nog? Nee? Boven kunnen we ook niks nieuws meer, hè? Lijkt me niet. We hebben het observatorium gebruikt. Dit hebben we gebruikt, dit hebben we gebruikt. Ja, dit is niks nieuws. Nee. We moeten iets oppakken met die steen. Waar konden we nog niet eerder heen? Nee. Jezus, wat schreeuw je hard. Ik schrik me kapot. Nee, sorry. Tiet! Ik had het al gebruikt. Hierboven was ook niks meer, hè? Nee, daar hebben we de stroom mee aangezet. Oh. Ik heb het idee alsof het ergens vooraan in mijn hoofd zou moeten zitten. Steenmagneet. Hier weer, bij punt A? Past niet. We kunnen hier nog mee schuiven. Ja, lekker schuiven. We kunnen hier geen steenmagneet neergooien. Nee. Wateremmer. In een van die grotten misschien? In een van die grotten. Ik loop even overal naartoe. Ja, nee, is goed. Sleutel hebben we niet. Ja, het is echt een platte steen met een handvat erop. In een van de grotten. Nee. Nee, staat die M. Kunnen we ook niet meer meenemen. Hier was niks. Platte steen met een handvat. Dit is echt een rechthoek ook. Mm-hmm. Ja, we moeten alles proberen. Verder niks. Platte steen met een rechthoek. Oh, dit is die zwamp. Mm-hmm. Kunnen we ook niks meer, hè? Dan zijn we helemaal rond geweest. Forge. In die alchemy lab, denk ik. Daar gaat dat ding ook ongeveer naartoe, hè, die laatste straal. Mm. Die ging hier naartoe. Is de boot aangekomen? Dat moeten we niet zijn.
Dat is steen. Nee. Hier niet. Is hier nog ergens plaats voor een platte steen? Hierboven nog een keer kijken? Kan. Hier ligt ook zand. Bloemtekeningen, nee. Ik vind verder niks. Nee. Waar is plaats voor een platte steen? Van rechthoekig formaat. Dit is een vorm die we niet gemist kunnen hebben. Nee. Is het een magneet? Misschien. Hier kunnen we verder ook niks mee, die hebben we al opgelost. Want je kan hem inderdaad ook ergens aan hangen. Misschien. En die haak? Ja. Bijvoorbeeld. Ik zou overal voor openen. Behalve goed lopen. Discord update. Ik ben mijn beeldje kwijt als het goed is. Hoor je mij nog? Ja, nu weer. Nu heb je weer beeld. Mm-hmm. Hey. Je vindt fit. Je kunt hem ook ergens aan hangen. Jij bent echt slim, jongen. Dit is mijn aflevering, denk ik. Oh, kluisje. Een kluisje. Lekker. Met een bloempje. Oh, daar is bloempje. Die. Oh. Nu hebben we ze allemaal. 7 games. Die moeten dan hier in de toren. En dan krijgen we de laatste sleutel en dan gaan we de hoofdtoren in. De hoofdtoren? Ja, de toren waar we de hele game al tegenaan kijken. I know. Hier. Oh. Oh, de spannende muziek. Nou, hoe moeten we de hoofdtoren maken? Knopje naar links. Gewoon een kruis. Kruisje. Met de knop naar links, zo. Ik kan het niet zien, zo. Dit is onhandig. Ja. Een schuinkruis moest het worden. Ja, ten opzichte van die knop van links. Ja. Zo. Ja. De toren komt naar beneden. Die hele toren komt naar beneden, maar ja. Dat is echt goed. Ik kijk al de hele game tegen die toren aan. Voordat we naar binnen gaan, ga ik eerst een checkpoint maken. Ben je het daarmee eens? Ja. En die ga ik dan noemen The Last Key. Heb ik een. Save the game. Main square. Daar zijn we nog steeds. Maar dan een uur later. Nou jongens, ik zie jullie dan in misschien wel het laatste deel. Want we hebben alles gezien over die toren. Like en comment als je meer van jou slim vindt. Sowieso. Ik ga liken. Doei.